Sinterklaasjournaal met Arthur de Koning. Hallo jongens en meisjes, daar zijn jullie gelukkig weer. De vorige aflevering was super, super spannend. Dus ik snap best dat jullie graag willen weten hoe het nu verder gaat. Nou, ik denk daar precies hetzelfde over, dus laten we maar snel beginnen. In de vorige aflevering hebben we gezien dat de Sint op pakjesavond de deur niet uit wil. Hij is bang dat het hele Sinterhuis leeg gestolen wordt. En Fantasiepiet heeft een plan om de boef te vangen. Tenminste, dat denken we. Want ze heeft niet echt verteld dat ze een plan heeft. Of het zo is, daar gaan we straks wel achter komen. We hebben helaas nog geen verbinding kunnen krijgen met Superpiet. We blijven het proberen. Laten we eerst even gaan kijken bij Esmeralda. Zij helpt alle artiesten om zich voor te bereiden op de show. Ja, het feest moet natuurlijk wel doorgaan. Toch? En Surprise Piet en Fantasie Piet, die hebben na de uitzending een nieuwe DJ gevonden. Ze werden overladen door aanbiedingen. Ja, dat gaat zeker goed komen. Dus voor nu, schakelen naar de repetities. Heel goed, danspieten. Nemen jullie maar even pauze. Lukt alles voor je act? Ja, een beetje. Wat scheelt er? Ik ben een beetje bang. Voor het publiek? Nee. Voor de Sint? Nee, ook niet. Wat scheelt er dan? Nou, ik ben bang dat ik te weinig ballonnen bij me heb. Hoe dat zo? Nou, normaal als ik ergens optreed, komt iedereen naar het podium toegerend voor een ballonnenhondje, hoedje, zwaard of iets anders leuks. Maak je geen zorgen. Het gaat erom dat je iets moois op het podium zet. Weet je dat zeker? Zeker weten. Bij ons circus zeggen ze altijd, als je het goed doet, wil iedereen je handtekening. En geen ballonnen. Nou, dat is fijn om te horen. Oh, luie Piet die krijgt een beetje last van podiumstress. Nou, gelukkig is daar Esmeralda om ze te helpen. Hè? Ik kreeg tijdens het laatste stuk van het gesprek door dat we een verbinding kunnen maken met Superpiet. Laten we dat maar gelijk gaan doen dan. Gaat dat lukken, Schilderpiet? Ik denk het wel. Maar waarom moet dat dan? Oh, dat mag ik nog even niet zeggen. Dat moet geheim blijven, want de boef mag het nog niet weten. Oh. Ja, is goed, logisch. Ik ga er direct mee aan de slag. Ik zie je straks, Superpiet. Dat klinkt geheimzinnig. Wat zou Schilderpiet nou moeten maken? De gezocht postertjes? Meer slingers? Kunnen we nog een keer verbinding maken? Nee? Oh, nou, dan proberen we het straks nog een keer. Laten we dan maar verder gaan met kijken in het Sinthuis. Daar zal nu, een dag voor het feest, vast genoeg te zien zijn. We zitten nu nog met één groot probleem, Paardenpiet. Ja, het hele Sinthuis wordt leeggeroofd en niemand weet wie het doet. Twee problemen dan, maar één daarvan is ons probleem. Dat is... Nou, hoe krijgen we de Sint naar het feest zonder dat hij weet wat er aan de hand is? Oh, maar dat is niet zo moeilijk. We stormen zijn kamer binnen. Ja? Trekken een zak over zijn hoofd. Nee. Dat gaan we niet doen. Ja, maar het beste moet nog komen. Dat wil ik niet weten. Het moet subtiel. Ja, dat is natuurlijk ook een uitdaging. Je kunt niet zomaar zeggen, goh Sint, loop eens even mee. Maar je kunt ook niet zeggen, Sint, we hebben een verrassingsfeestje voor je, kom je ook? Gelukkig is Fantasiepiet creatief genoeg om daar iets voor te bedenken. Hoop ik. Laten we maar even gaan kijken. Oké, dus dit moet werken? Ja, één van deze twee dingen moet echt werken. Oké, dus één voor één gaan we naar binnen met de smoes. Dan blijven we zeuren bij de Sint. Totdat hij meegaat morgen met ons. Of, als het niet werkt, moeten we de anderen vragen om mee te helpen. Precies. Oké, geniaal. Laten we gaan. Ja. En als het niet werkt, dan stormen we alsnog naar binnen. Paardenpiet! Ja, kom al! Laat dat maar aan Fantasiepiet over om een plannetje te bedenken, hoor. Doet ze gewoon even. Nou, maar wel hopen dat de Sint ook een beetje mee wil werken. Hij staat er nou niet onbekend dat hij heel erg meewerkt als hij een beetje knorrig is. Nou ja, goed. Wie zegt er nu nee tegen Surprise Piet of Fantasie Piet? Dus dat komt vast wel goed. Uiteraard willen we het wel zien. Dus we schakelen straks wel even over naar de kamer van de Sint.
Nu gaan we eerst even een kijkje nemen bij René van het NPC. Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken naar een aflevering van Mee met René. Dit is wel de laatste, ben ik bang, uit deze serie, want morgen moet ik naar het feest. Ja, en ik weet dat er een presentator is die dat helemaal niet leuk vindt. Maar ja, ik moet er naartoe om te werken. Veiligheid voor alles. En als je het over veiligheid hebt, dan heb je het over mij, René van het NPC. En de Pietercalamiteit die gaat over pakjes vooruit bezorgen. En hoe zit dat dan? Nou, kijk. Op pakjesavond hebben de Pieten het ontzettend druk en moet alles snel. Dus als ze even de tijd hebben, dan gaan ze vast naar de huizen waar ze later naartoe moeten met de pakjes. En dan gaan ze die pakjes vast verstoppen. In het konijnenhok bijvoorbeeld, of in het opberghok, of op de schuur, of op de zolder. Zodat ze later die pakjes alleen nog maar snel tevoorschijn hoeven te halen. En voilà, gaan met die banaan. Nou, dat gaat bijna altijd goed, maar niet altijd, zoals bijvoorbeeld in dit huis. Laten we even met een van de bewoners van dit huis gaan praten over hoe het soms fout kan gaan. Hoi, Nick. Waar heb je die pakjes gevonden? Nou, ik ging slapen en ik deed mijn laken opzij. En opeens zie ik deze hele grote zak vol met cadeaus liggen. En toen dacht je, haha, kassa, die zijn vast voor mij. Nee, natuurlijk niet. Ik dacht gelijk, de Pieten zijn alvast met de pakjes vooruit geweest. Maar zo te zien het echt heel goed verstopt. Nee. Gelukkig iemand die het wel snapt. Dus kinderen, als je ergens pakjes vindt, laat ze gewoon liggen. Want die tijd die de Pieten bespaard hebben, die kunnen ze veel beter gebruiken. Door bijvoorbeeld het zingen van een liedje als René van het NPC. René van het NPC. Aha! Die René. Die heeft het toch wel allemaal goed in beeld, zeg. Wel jammer dat dit de laatste keer mee met René is van dit jaar. Nou ja, nu je het zegt. Misschien kan ik morgen wel mee met René naar het feestje. Terug naar het nieuws. Het schijnt dat Superpiet nog meer mysterieuze gesprekken aan het voeren is. En daar gaan wij uiteraard een kijkje bij nemen. Toch? Denk je dat dat gaat lukken? Ja, als iedereen op zijn plek staat, is gewoon wachten op het teken, toch? Ja, klopt. Het teken is ook best wel duidelijk. We hebben Stumper als backup, maar je weet hoe dat kan gaan met Stumper, hè? Ja, nee, ik voel dat het gaat rocken. Ik voel het gewoon, ja. Oké, mooi. Ja, dan moet ik zelf nog één dingetje regelen en dan zijn we er klaar voor. Oké, doei Superpiet. Doei. Het is duwen. Ja. Waarom zegt nou niemand wat het plan is? Ik ben niet nieuwsgierig of zo. Maar wij zijn hier om het Sint-nieuws te leveren. En dan moeten we wel weten waar het over gaat, natuurlijk. Nou, over de Sint gesproken. Zouden Fantasiepiet en Surprisepiet al succes hebben gehad? Mensen van de techniek, kunnen wij misschien nu schakelen naar de werkkamer van Sint? Sint! Waar is de brand? Oh, nee, nergens. Ik vroeg me af, wilt u morgen misschien mee verhaaltjes voorlezen? Nou, dat vind ik heel erg leuk. Ik ga kijken of ik kan. Ja, oké. Okay. Hey Sint, sorry als ik je stoort. Dus een beetje drinken, niet ronddrinken. Maar als ze drinken, dat we nu natuurlijk wel morgen. Over morgen gesproken, je kunt dan even meekomen voor een klein dingetje. Geen feestpartij, maar het is wel gezellig als je erbij bent. Niet om het een of ander, stuitte Piet. Maar het enige wat ik verstond was sorry. Oh, dan kom ik zo nog wel even terug. Hallootje Sint. Morgen gaan er een aantal Pieten wat ouderwetse Sintliedjes zingen. En nou dacht ik, dat is vast wel iets voor Sinterklaas. Dus wilt u misschien meezingen? Ik weet het niet hoor. Het lijkt me heel erg leuk, maar ik zit ontzettend vol met andere zaken. Ja, wat moet u allemaal doen als ik vragen mag? Nou, voorlezen met Fantasiepiet, surprises maken met Surprisepiet, iets heel onduidelijks met Stuiterpiet. Ik weet het niet. Als jullie nou eens met z'n allen een planning maken, dan hoor ik het graag en dan laat je me ophalen door Fantasiepiet. Helemaal goed Sint, zal ik voor zorgen. Oké, en als je dan alvast een liedboekje meeneemt, bedankt. Kom voor elkaar. Gelukkig zo te horen. Fantasiepiet kan de Sint gewoon ophalen en dan komt het goed. Fijn dat er in ieder geval nog iets werkt. En dan Superpiet. Zij schijnt net begonnen te zijn met een gesprek. Misschien horen we dan nu wel wat ze van plan is. Hoi, super. Hoe gaat het een beetje hier? Ja, goed. Bedankt dat ik kantoor mag lenen. Oh ja, niet te danken. Hey, kan ik anders nog iets voor je doen? Ja, eigenlijk wel.
We zijn er dus achter gekomen dat onze boef het vooral op goud gemunt heeft. Aha. En nu heb ik aan Schilderpiet gevraagd om een hele grote letter S te maken van goud. Ja? Die willen we op het podium zetten tijdens het feest. En dan staat Paardenpiet daarachter met een net om de boef te vangen. Briljant! Briljant! En wat moet ik dan doen op dat moment? Nou, sowieso de boef arresteren. Aha. Maar ik had nog een andere vraag. We willen graag dat het verhaal over de letter S terechtkomt bij onze boef. Dus ik dacht misschien dat jij het aan sommige boeven die jij hebt gevangen kan vertellen. En dat het dan zo daar terechtkomt. Slim. Heel goed. Hé, ik heb toevallig een boefje gevangen en die heeft niet zoiets heel bijzonders gedaan. Dus die komt zo wel weer los. Als ik nou dat verhaal zo'n beetje aan hem doorvertel. En hij vertelt dat dan weer door en dat gaat zo de wereld in. Slim. Dat zou super zijn. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Ik heb niet voor niets zijn eigen jingle. Briljant. Dat gaat zeker werken. Oh, maar nou ben ik wel zenuwachtig hoor. Ja, het zit er alweer bijna op. Maar niet voordat we hebben gekeken naar Sophie. Kom er maar in. Hallo allemaal. Hier, Sophie, Frikaal Sinterklaasjournaal. Voor Piet of niet? Ik kan zeggen, er zijn hier maximaal 2 Pieten. Terug naar de studio. En hiermee komen we aan het einde van de aflevering. Vergeet morgen niet te kijken, hè. Doeg!